Oef, ik denk dat ik weg ben. Oh nee, Mommy Longlegs is er al. Misschien beeld ik het me gewoon in. Hi Dan, waar ga je heen? Ik wil een spelletje met je spelen. Sorry, ik zeg nee. Niet weglopen. Help! Ik zal je zeker vangen. Meg, ik zit in grote problemen. Ik ben opgejaagd door Mommy Longlegs. Oh. Wat? Heb je het over de Poppy Playtime figuur? Ja. Kijk, zelfs nu lijkt het alsof ze me volgt. Ik denk dat je te veel computer hebt gespeeld. Oh, ze is hier. Heilige joysticks. Dus je gaat me vertellen waar Dan is, toch? Hij ligt zeker niet onder de deken. En Dan rende de deur uit. Ik begrijp het, dank je. Ik ga hem zoeken. Ze is weg, je hoeft je niet te verstoppen. Weet je het zeker? Poef, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ik begrijp het zelf ook niet, om eerlijk te zijn. Ik denk dat ze in onze wereld is gekomen door een soort computervirus. Wat is dit allemaal? Dit is de eerste keer dat ik zoiets zie. Eén momentje. Abonnees, als iemand het niet weet. Een videoband is een ding waar mensen vroeger videobestanden opsloegen. Toen begonnen ze schijven en flashdrives te gebruiken. Ik hoop dat je het begrijpt. Weet je hoe je het moet gebruiken? Ja, ik heb er een speciale speler voor. Cool. Misschien vinden we zo de antwoorden op onze vragen. Wie is die vreemde man? Oh, is het al aan het opnemen? Als iemand dit bekijkt, betekent het dat ze in gevaar zijn. De enige manier om van Mommy af te komen is door drie artefacten te verzamelen. De eerste is in deze trein. Een peperkoekenhuisje. Hey Mac, dat kietelt. Oh nee. Dit is wat er zal gebeuren als je het niet doet. Veel succes met je zoektocht. En wees voorzichtig. Ik voel dat het een uitdaging gaat worden. En ik denk dat ik weet waar ik een trein kan krijgen. Laten we dan maar geen minuut verspillen. Er is hier zoveel leuk speelgoed. Oké, we moeten ons concentreren op de taak die voor ons ligt. Meneer, we hebben uw hulp nodig. Hey, meneer de verkoper, kunt u ons wel horen? Goedemiddag, we zijn op zoek naar een kindertrein. Heeft u die? Oh, klanten? Het is al een tijdje geleden dat er iemand in onze winkel is geweest. Dus, heeft u dit soort speelgoed? We hebben het echt nodig. Een trein? Ja, we hebben er één. Wat een rare verkoper. Overstop je. Waar zijn ze? Dan, ik zal je vinden. Ze spelen niet volgens de regels. Het is al goed. Ik zal ze straffen als ik ze betrap. Dat is een misser. Oeh, dat was op het nippertje. Daar komt de kinderspoorweg. Ik kan het niet alleen dragen. Kom op, help mijn handje en houd de rails snel vast. Wat jij zegt. Niet bewegen. Je bent gearresteerd. Wat? Hoe durf je? Yes. Ja. Bevrijd me. We hebben het speelgoed. Rennen. Nou, we hebben het speelgoed. Maar wat moeten we ermee doen? Er zijn nergens instructies. Ik denk het niet. Oh, ik weet het. Dat zou kunnen helpen. Gewoon niet breken. Nog een cassette? Ik heb hem. Laten we eens kijken wat erop staat. Wat zou ik zonder jou moeten doen? Ik heb hem aangezet. Als je dit bekijkt, betekent dat je nu het derde... Ach, ik had het mis. Tweede artefact moet vinden. Het soort knuffelspeelgoed. En het kan gevonden worden... Wat is er mis? Wow, wat is dit voor een plek en hoe zijn we hier gekomen? Oh, wat hebben we een geluk dat we hier niet alleen zijn. Hey, kun je ons vertellen hoe we uit de tunnel komen, alsjeblieft? Waarom heb je om ergens heen te gaan? Daar ga je, ik heb je. Auw, dat is een keerzijde van Longlegs. Ah, raak ons niet aan. Goed dat ik een helm droeg. Ze kunnen niet eeuwig wegrennen. Op een dag zal ik ze vangen. Schiet op, we zijn bijna weg. Ik ben nu al moe. Ik zie jou niet meer, dat is goed. We zijn nu veilig. Oh, het is hetzelfde speelgoed waar die gekke wetenschapper het over had. Dat is van mij. Geef terug, ik heb het harder nodig. Je vindt wel een andere. Alles in de vuilnisbak is mijn eigendom. Meneer, u kunt deze prachtige pikhouwbil beter meenemen. U zult er een veel waardevollere schat mee vinden. Denk eens aan uw mogelijkheden. En wat is dit allemaal? Is het een echte schat? Ik ben rijk. Klinkt
klinkt als een koopje. Hoe zijn ze zo snel verdwenen? Waar zijn die twee tieners heen gevlucht? Die kant op. Dank je. Sorry, Huggy Wuggy, maar je bent in voor een beetje opschudding. Kom op, er moet hier iets zijn. Hier komt de derde cassette. Je weet wat je moet doen. Laten we eens kijken wat de gekke wetenschapper deze keer te zeggen heeft. Ha, snap het. Dat is pas een kick. Oh, je hebt toch nog een ingang gevonden? Je hoeft alleen maar die gekleurde codesleutel te vinden. Het is het laatste artefact dat zal helpen mommy te vernietigen. Het ligt in mijn supergeheime lab. Dat jullie nooit zullen vinden. We zijn nog maar een klein eindje weg. Oh, dank je. Ik word een beetje droog in mijn keel. Graag gedaan. Huh? Ren? Vrij snel zal het spel voor jou voorbij zijn. Je kunt niet winnen. Ik had vaker moeten sporten. Ik kan dit niet meer. Mijn arme rug. Ik stel voor dat we een pauze nemen. We moeten een plan bespreken voor onze volgende stappen. Ik kan niet wachten tot dit voorbij is. Hé, hey, stop met zeuren. Hé, hey, doe dat niet meer. Oh, neem een snor. Stop het in je zak. Je kunt het later opzetten. We moeten gaan. Dat is het. Het is voorbij. Wat is er met jou aan de hand? Sta op. Laat me hier. Jij en ik zijn dicht bij ons doel. Gedraag je niet als een klein kind. Mijn reis is voorbij. Ik blijf hier. Ik zal je hulp nog nodig hebben. En waar gaat zij zo gehaast heen? Oh, dat is waar ook. We werden achtervolgd. Hier is het adres dat we nodig hebben. Pizzeria, apotheek. Het onderste bord zegt dat er daar geen geheim lab is. Het is duidelijk dat we de andere kant op moeten. Nee, je bent zo naïef. We moeten naar links. Dat komt omdat ik geen snor heb. Die moet ik er weer oplijmen. Goed, we gaan. Geweldig. Ik denk dat dit de geheime deur is. Maar hoe komen we binnen? Oh, ik weet het. Ik heb in films gezien hoe je sloten openmaakt. Het is vreemd. Ik hoor niets. Misschien is hij al open? Slim. Het is net als op de plaat hier. Zoveel ongewone apparaten. Dus waar zou die sleutel kunnen liggen? Ik kan geen andere aanwijzingen bedenken. Er staat geen geheime sleutel hier. Dat is balen. We zijn hier voor niets gekomen. Kijk, het is daar. Het hangt daar aan de muur. Oh, ik had het niet gezien. Geweldig. Dat is het laatste artefact dat we nodig hebben. Gefeliciteerd. Dank je. Mommy Longlegs. Eindelijk ontmoeten we elkaar weer. Ik hoop dat je niet ergens heen moet in een haast. We moeten onszelf redden. Raak ons niet aan. Hoe smaakt het bevriezen? Het is gelukt. Goed gedaan. Koud. Ontdooi me nu. De thee is smakeloos de laatste tijd. Huh, er zit niets in de mok. Dat is beter. Mm. Oh, ik heb gasten. Wat is hier aan de hand? We vonden een sleutel. Zie je? Nu kunnen we Mommy Longlegs overmeesteren. Nee, ik geloof je niet. Laat me eens beter kijken. Het is echt zo. En wat gaan we nu doen? Ik zal je er nu alles over vertellen. Ja, ik snap het. Rennen, snel. Ik zal haar afleiden. Ik wil je iets laten zien, mami. Kijk, wat vind je ervan? Vind je het leuk? Die blik betekent duidelijk niets goeds. Ik heb het zo hard geprobeerd. Oh, ik heb mijn best gedaan. Okitoki's video's zijn zo goed als altijd. Dan? Hallo daar. Wacht je op mij? Oh, hey. Je bent eindelijk hier. Je zal niet meer met me vechten. Geweldig. Ik ben het zat om verstoppertje te spelen. Echt niet? Ik laat je mijn vriendin geen pijn doen. Hey, waar kwam die barrière vandaan? Ik kan hier niet weg. Meneer de wetenschapper had gelijk. Het werkte. Ik moet hier weg. Dan, je moet wachten. Ik heb een klein probleempje. Verrassing. Mac, het is jouw beurt. Vang. Knuffel, Waggy. Nee. Doe dat niet. Oh ja, ga terug naar huis, naar je computerspel. Nee. We hebben het gedaan. Dat is waar ze hoort. Ben je nu blij? Jee, mommy is terug in het spel. En nu zal ze niet jagen op ons.
Vrienden, like en abonneer je op het kanaal als je de video leuk vindt. Schrijf in de comments als je een tweede deel wil, waarin ik deze schurken zeker zal pakken. Tot ziens!